Ja, een ongelukkiger moment om materiaalpech te hebben kun je niet verzinnen. Nou, eigenlijk viel het nog wel mee, want toen ik lekker reed was er eigenlijk niet zo van aan de hand. Maar de jury liet de auto er niet door, dus ik heb eigenlijk anderhalve ronde gewacht voordat ik eindelijk de auto bij me had. Dus anderhalve ronde eigenlijk om een bekant lege band moeten rijden, dat was eigenlijk wel kloten. Maar in principe was niet zoveel aan de hand, toen wisselde ik en toen neem ik redden van de pool. Dus ja, dat was wel een beetje ongelukkig, ja. Ja, het gebeurt net op dat moment dat jij van fiets wisselt. Ja, nou ja, goed, dat is koers, hè. Maar dan zit je gevangen met goede benen? Ja, en toen probeerde ik er nog naartoe te rijden, maar toen kwam ik ook achter dat ik ook niet meer met zeeën van overschot zat. Dus toen bleef ik hangen en toen bleven ze van voor rijden. Ik hoopte nog dat ze dan misschien toch naar elkaar gingen kijken. Maar ze bleven rijden en toen mocht Sam bij mij niet meer rijden en toen was de koers gedaan. Terwijl dit toch wel een NK was wat op je lijstje stond? Ja, ik had ook goede benen. Maar ja, moet het niet lekker rijden op zo'n moment. Mike, richting de Tour de France, hoe sta je daarvoor? Ja, wel goed denk ik. Daar komen we volgende week achter denk ik. Dus het begin is natuurlijk zeer lastig. Maar Biniam is goed en ik voel mezelf ook wel goed. Dus hopelijk kunnen we onszelf laten zien. Wat dat betreft is het wel voor de ploeg een enorme opsteken. Ten eerste voor jezelf dat jij al een wedstrijd weer op zak hebt na alle ellende van het voorjaar. En ook dat Biniam weer een ritzege in Zwitserland heeft geboekt. Ja, vooral dat eigenlijk. In het voorjaar hebben we eigenlijk met z'n allen een beetje pech gehad. Onder verschillende omstandigheden. En daarna hebben we gelukkig wel een goede tweede lijn. Een goede lijn kunnen vinden richting tweede seizoenshelft. En iedereen voelt zich nu goed. En we mogen met vertrouwen naar de Tour. En natuurlijk, dat is een ander niveau. En weet je wel, tegen de grote blokken wordt het sowieso wel moeilijk om onszelf te laten zien. Maar we gaan ons best doen. En wie weet zit er een mooie verrassing in. Dus de pech laten we hier nu echt achterwege. Ja, ik heb een goed idee, Remo.